Je ziet ook een geel pijltje op de kaart en dat... Oké, pas op Parker. Dat gele pijltje is denk ik de plek waar Parker die equipment van ons heeft gezien. Ja, about that dude, had je ze niet gewoon mee kunnen nemen? What the fuck man, dan hadden we ze gewoon helemaal vol kunnen pompen met lood. Oh, daar is er eentje, dan ga ik deze... Oh, dit loopt fucking dood. Oh, die gast komt deze kant op. Misschien moet ik inderdaad zo'n pijpbom gebruiken. Oh, hier zijn er twee. Oh, hier is die andere dude. Oké, pijpbom. Zoek Tacking Parker! Snel er langs. Deze leeft nog. Dus snel verder voordat hij opstaat. Phew. Nou, daar zou het geloof ik moeten liggen dan. En wat is dit? Oh, dat is custom parts. Die gaan we zo meteen direct gebruiken. Ja, die is... Parker kon deze deur blijkbaar niet in zijn eentje open trappen. Maar had daar de hulp van een lady bij nodig. Maar, what the fuck man. Deze... stalen deur. Die traffen wij zo kapot. En die houten deur, daar kan ik niet even zo'n pijpbom op plakken en de boel uit de muur knallen. Dat moet ik per se de kutkaart voor nodig hebben. Wat fucking bullshit, joh. De Resident Evil Revelation zegt kapot. Hier dus ligt onze equipment. Je ziet ook dat er Parker zijn equipment erbij ligt. Dus wat hij heeft, die hakpel. Oh, die ziet. En hij heeft geloof ik ook een ander soort handgun. Want die van ons, dat is die M92. Maar hij heeft een iets lichtere gun. En ook zijn Genesis ligt hier zo. Het zou wel vet zijn geweest als je ook kon filmen met die Genesis. Net zoals in Outlast 2. Maar ja, dat kan helaas niet. Ja, anders beginnen ze... gaan ze natuurlijk weer zeiken van nee, dat mag niet, dat hebben wij al. Maar goed, hier is dus een kist. En deze kist die ga ik even uitleggen, want deze kist werkt iets anders dan de andere kisten in Resident Evil. Deze drie blauwe slots, dat is eigenlijk gewoon Jill haar action bar, laten we het zeggen. Zij kan dus drie wapens meenemen. Hier zo staat nieuw bij. Dat betekent niet dat het een nieuwe gun is. Dit is gewoon de M92 die ze al vanaf het begin heeft. Maar er staat nieuw bij omdat ik die kan upgraden met die custom parts die ik heb opgeruimd. Deze slots, dat zijn alle slots van de box. Daar kan je gewoon dingen in stoppen. Maar de dingen die je erin kan stoppen zijn alleen wapens. Je kan er dus geen bommen of granaten in douwen. Je kan er ook geen herbs of ecstasy pillen in douwen. Alleen wapens kunnen erin. Dus er zitten meer dan drie wapens in de game, dus later in het spel moet je dus wel gaan kiezen van oké, welke drie wapens neem ik mee voor het volgende stuk. Nu ga ik eens die handgun upgraden. In die custom parts zat 10% meer damage. Dat kunnen we op die gun doen voor 15% meer damage, dus het is niet veel. Je krijgt ook sterkere varianten van deze. Volgens mij gaan ze tot 30%. Maar het is in ieder geval iets. Als ik die kick niet zou gebruiken, dan zou zo'n ooze, want dat is de naam van die vijand met die gemuteerde armen en zo. Als ik die kick niet zou gebruiken, dan zou ik nu er eentje om zeep kunnen helpen met 9 schoten in plaats van 10. Dus ja, so far the box. Oké, Parker, are you ready? Let's fucking do this. Now what? Now we contact HQ and tell them what the hell is going on. We should be able to do that from the bridge. Let's go. From the bridge. Is dat deze kant op? This is the room I was stuck in. By the way, what's the deal with that guy in the gas mask?
Oh, granaat. Dus nu kan ik trouwens kiezen welk soort bom ik gebruik. Waar zal ik hem op houden? Ik hou hem wel even op de granaat. Ik denk dat ik die zijn minder zeldzaam dan die pijpbommen. Dus dit is de kamer waar waar Parker in wakker werd. Vergelijkbaar met de kamer waar Jill in wakker werd. Het was echt zo een fucking ranzig geweest als ik geen contact had met die gozer. En ik vond hem dan uiteindelijk hier op dit bed. Vastgebonden, naakt, met een sok in zijn bek en spartelend op een manier van... Man, ik had echt gedacht van, ik weet niet of ik het spel nog verder ga spelen vanaf dit punt. Dat was fucking eng geweest. Nou ja, hij heeft dus ook hier zo'n een badkamer met, ja... Waar hij ook waarschijnlijk een schroevendraaier heeft gevonden in de play. Verder heeft hij hier alles geloot, behalve die ene granaat, want hij had natuurlijk de Genesis nog niet. Dus, to the bridge moeten we dan. Ik vind het wel weer leuk dat we weer kunnen scannen, maar... We kunnen de meeste dingen, zoals deze handgun ammo, niet eens meenemen. Want we kunnen nog steeds maar maximaal 40 kogels meenemen. Bah. Al die handgun ammo. Oh ja, jullie. Wat had je nou, hè? Nu kan ik in ieder geval wel terugvechten. En ik heb 10% meer damage. Kijk, daar blubber je al naar beneden. En volgens mij heeft hij nog steeds de damage gehad van die pijpbom. Er leeft er nog eentje nog hier zo. Dat had ik zo goed gedodged. Maar ik dacht even dat hij me raak sloeg, die gast. Het was een lelijke bitch slap geweest als die in mijn gezicht terecht kwam. Die haymaker. Oh, die stond vlak na Oh nee, er stond er nog een. Oh, Parker, waar ben je? Die gast zit nog gewoon in de andere kamer. Oh nee, je stond hier. Stond je gewoon toe te kijken hoe ze me aan het afleveren waren. Dude. Je hebt het internet voor dat soort shit. Wow. Ik begin goed te worden in dat dordje. Dat. Oh, hij herstelde zich van een stun. Waar is Parker gebleven? Dude, ik weet dat je die kast heel erg goed onder schot houdt, maar wil je me alsjeblieft helpen met vechten? Oeh. Jee, en we hebben weer een healing item erbij. Verder nog iets hier. Hij blinkt nog. Parker, heb jij iets in je broekzak gestopt, stiekem? Oh, kijk, het is aan de andere kant. Achter deze... In de volgende kamer. Hier zo. Nog meer custom parts. Oh, fucking chill. Die deur is al dicht. Oh, daar hadden we die card reader voor nodig. Dat kon ik niet even zo'n pijpbom op plakken, wat ik nog steeds bullshit vind. Zie je tijgeren? Oh. Ja. Ze zitten inderdaad echt overal, wat ze waren hier niet toen ik hier voor het eerst kwam. Maar ja, eigenlijk wil ik wel even die custom parts uitpakken en op mijn gun douwen. Dus moet ik wel weer helemaal terug. Dus maar don't worry, ik ga gewoon weer die instant transmission doen. Dus Parker, I'll be right back. Just stay here. Instant transmission, here we go. Oké, we zijn bij de box. Open de box. Fire Rate 1.
zat er in dat doosje. Dus dat sleffen we nog even op dat wapen. Als je niet weet wat het precies betekent, fire rate. Je kan altijd kijken naar de stats van je wapen en wat er dan omhoog gaat. Als we dit equippen, dan zie je dat er firing speed omhoog gaat. Dus dan schiet je wat sneller. Werkt dus eigenlijk beter op langzame wapens, zoals een grenade launcher, om eventjes een overdreven langzaam wapen te noemen. Maar aangezien die M92 het enige is wat we hebben, nou ik het even hierop. Maar zodra ik die shotgun van de muur kan sleuren, ga ik het natuurlijk daarop zetten. Maar goed, nu weer snel terug naar Parker. Here we go. And we're back. Oké, Parker, ready? Did you miss me? Duurde toch niet zo heel lang, toch? Scheelt voor jullie ook weer even wat zo'n backtrack momentje. Wat dat betreft werkt die instant transmission prima. Voldoet aan alle eisen.